Onze connectie met mevrouw Borst was een muzische. De presentatie van de Ida Gerhard CD op 8 juni 2013. In een Zuiderse zomertuin zat een reizige gestalte. Statig aanwezig. Bescheiden tegelijk. Pintere blik. Aandachtig oor. Warme glimlach. Wetende woorden. De rimpeling van geleefde tijd. Kenner van Gerhards poëzie en begaan met het bitter bestaan van de dichteres. Ik nader ongeweten en laatste samenhangen, was een versregel die die middag opklonk tussen de bomen. Ik nader ongeweten en laatste samenhangen. Hoe waar werden die woorden voor haar? Hoe vers klinken ze nu in onze oren na? Els Borst, daar zat ze. De fiere vrouw die de waardigheid van bestaan wettelijk wist te verweven met de wens van een mens te mogen sterven als dood een welkome gast wordt. Daar zat ze. En het was ons een eer. Wij vieren u als vierde vrouw die grenzen bevroeg en terrein wist te winnen. U stond voor een moreel belang, u vond bewogen woorden, uw inborst won het pleit. Als vrouw van staat wist u hoe weerstand zich door wijsheid overtuigen laat. Een uiterst vrijheidsrecht werd wettelijk geborgen. Wij kunnen kiezen. Bij uitzicht op een ondraaglijk morgen is er een weg naar eindigheid. Dat u mevrouw, juist u mevrouw. Het is en blijft een gruwel feit. Wij vieren u als vierde vrouw om uw steun aan de mens die liever wil gaan. Om uw wet voor de wens niet voor te hoeven bestaan. Als lijden zwaarder weegt dan verder leven. De goede dood als laatste levenskeus werd een humaan gegeven. De wet geeft grond en grenzen aan om te zorgen dat wij kunnen kiezen. Bij uitzicht op een ondraaglijk morgen is de weg geplaveid. Dat u mevrouw, juist u mevrouw, het leven werd benomen. Bijt ons besef als gruwelfeit. Schond een duistere daad uw recht en grond hier te bestaan. Uw recht op keus waardig te gaan, mocht daartoe reden zijn ontstaan. Iets groots werd u ontnomen, iets wat u wel ons alle bood. De kans te kiezen voor de dood, bij uitzicht op een ondraaglijk morgen.
een zieke geest die zegt te handelen uit naam van God. Een wrange speling van het lot, of toch ook het schamel saldo van bezuinigd beleid. Drijft angst voor verruiming van zorg, dan alleen de enkeling of ook een overheid. Wij missen u, iemand als u, die grenzen bevraagt en terrein weet te winnen, die helder ziet maar mild belicht wat schuilt achter de mens op drift. Het is een aangeslagen tijd, mevrouw, geloof vuurt hete hoofden aan, gebrek aan reden bedreigt vrede en veiligheid. Hoe blijft verworven vrijheid goed geborgen? Wij kunnen kiezen. Met uitzicht op een draaglijker morgen is er een weg, een recht, een stem. Wij zoeken nu een man of vrouw als u, die zachtgrondig vragen blijft. Wij zoeken nu mensen van staat als u, mevrouw. Wij vieren u als vierde vrouw, mevrouw.